Ik ben Janine Nieuwenhuis. Ik ben longverpleegkundige op afdeling longziekte in het CWZ in Nijmegen. Ja, zij heeft 2 weken hier gelegen en ze heeft vorige week afscheid moeten nemen van haar moeder. Die lag hier ook. En we hebben ze toen bij elkaar gelegd, omdat ze nog met elkaar afscheid konden nemen. Gisteren hebben we voor elkaar kunnen krijgen dat zij naar de crematie is geweest. En vandaag mag ze gelukkig naar huis. En ik heb net uitgebreid met haar gesproken en haar dankbaarheid heeft ze getoond. En ja, dat was echt heel heftig. Heel emotioneel. Ja. Ja, het was heel bijzonder. Ze wist eigenlijk nog niet dat haar moeder hier lag. Omdat de familie en wij zelf in overleg besloten hadden om haar dat niet te vertellen. Omdat ze dat toen emotioneel echt niet aankon, omdat ze zelf toen heel zwak was. Maar toen haar moeder zo hard achteruit ging, hebben we toch besloten om het haar te vertellen. Ik bedoel, afscheid nemen van je moeder doe je 1 keer. En we hebben het haar verteld en ik heb haar erbij geweest om haar ademhaling daarop te kunnen corrigeren. En toen hebben we ze bij elkaar gelegd en ze hebben elkaar echt vastgehouden en naar elkaar aangekeken. En ze hebben elkaar bedankt en dat was echt heel bijzonder. Ik ben Anke Kreuner en ik werk als intensivist in Gelre ziekenhuizen en dat is Apeldoorn en Zutphen. Wat we nu merken met deze categorie patiënten, en dat is ook wel vaker al gezegd, ook wel in de media. Ze lijken allemaal op elkaar, ze hebben allemaal dezelfde aandoening. Veel liggen er op hun buik. Dat maakt ook dat je niet echt dat je minder contact hebt met dat het gevoel dat er een patiënt in bed ligt. En dat maakt het wel zwaar. We proberen de familie vragen om foto's op te sturen van de patiënt, zodat we die op de kamer kunnen hangen. En dat we een beetje gevoel krijgen bij wie er in het bed ligt. Want dat is nu wel een stuk lastiger dan normaal op de intensive care. Ik ben Inge Boer. Ik ben gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut hier in het ziekenhuis Gelderse Vallei. En ik ben Yvette van Dokkum, gezondheidszorgpsycholoog hier ook op de afdeling medische psychologie. Nou, er komt natuurlijk heel veel op ze af. Hè. Het is natuurlijk een hele intensieve tijd waarbij ze ook heel veel flexibiliteit wordt gevraagd van de zorgmedewerkers. En ze komen ineens op afdelingen te staan waar veel gebeurt. En natuurlijk zijn ze echt wel het een en ander gewend. Maar nu is het natuurlijk wel heel intensief. Nou, we hebben ons natuurlijk wel verdiept in hoe om te gaan met zo'n crisissituatie. Maar dit is natuurlijk een uitzonderlijke situatie. Vanuit Defensie zijn ze gewend ook te acteren in oorlogssituaties. En daaruit is een hele mooie webinar voor zorgverleners geweest. Ik denk 2 weken geleden. Waarbij er ook heel veel informatie gedeeld is hoe om te gaan met zulke stressvolle situaties waar mensen bloot worden gesteld aan mogelijke trauma's. Dat was op een moment dat ik er zelf ook even doorheen zat en dat was ook zichtbaar. Dus toen kreeg ik al eigenlijk van meerdere kanten mails van wil je praten? En ik heb 1 iemand heb ik daarover gesproken. Ja. Dat ik het heel lastig vind om die afstand te nemen. Wat ik ook in de eerdere vlog ook al zei. Dat dingen die soms wat negatieve energie opleveren, ik er eigenlijk niet zo goed bij kan hebben nu. Sowieso. Het is allemaal heel bijzonder natuurlijk. Maar iemand die je kent en waar je dus ook persoonlijk bij betrokken bent, daar doe je nog meer voor. In dit geval ben je er inderdaad betrokken bij en kun je het helemaal inleven in zo'n situatie.